Een baarmoedertrekker is dus eigenlijk gewoon een scharnier dat meebeweegt aan de snelheid van de aarde. Waar je dan je fototoestel kunt opzetten en daardoor kun je dus langere sluitertijden gebruiken zodat je sterren niet bewogen zijn. Voor mijn ontwerp ga ik geen gewone scharnier gebruiken, maar ga ik een scharnier 3D printen. Ik heb dat al getekend, dus ik ga een printer eens opzetten. Het volgende dat ik ga doen is mijn draadstang rondzetten. Ik heb er al papier afgedrukt. En dus de kromming voor mijn draadstang, want op die draadstang gaat een tandwiel lopen met moerken in. En dat draait dan over die draadstang, dus draadstang plooi. Klein probleem, als ik met een draadstang hoest, dat hij hier van onder op de juiste plek zit. Als ik naar boven ga, dan spant mijn draadstang hier op de vaten van mijn gat. Dus wat ik normaal gezien ging doen, was mijn stappenmotor hier aan de binnenkant zetten. Maar om deze probleem op te lossen, ga ik mijn stappenmotor monteren in dit gat. Het voordeel dat ik dan heb, dan kan ik lichte druk uitvoeren op mijn draadstang. En het voordeel is dan dat er altijd spanning zit op mijn tandwielen. Dat kun je nooit doorslippen, hoop ik.
dus op mijn Arduino in de loopswitch geïnstalleerd. Ik heb ook in mijn programma geschreven bij het opstarten dat mijn arm naar beneden zou moeten gaan totdat mijn in de loopswitch is ingedrukt. En dan zal hij beginnen onze programma om de juiste snelheid open te gaan. Eens kijken of dat werkt. Hè. Snel naar beneden aan het gaan. Druk hem in. Ik draai terug. Laat hem los. En dan draait hij aan een trouwe snelheid. Wel niet op de juiste manier allemaal om elkaar gesorteerd, maar ja, op mijn werk dat is het belangrijkste. Ik sta klaar om te testen. Straks moet ik hem nog uitlijnen op de Polestar. Maar moet ik verwachten tot het donker is, dus Hilder wacht hier wel. Hilder zit hier nog. Het is redelijk bewolkt geworden. Het is niet echt een helder avond, maar we proberen van mijn fototoestel op de maan te richten. En als hij dat mooi in beeld houdt, kwartier of zo, dan denk ik wel aan het werk. De maan staat nu in het center van mijn fototoestel, dus ik ga nu een kwartiertje wachten. De maan staat nog altijd schoon in het midden van mijn beeld. Dus volgens mij zit hij er goed uit. Ik weet nog niet of ik de pannen online zou zetten. Gelijk hoe Henk Rijkaard in zijn laatste video zegt, plans always shift. En dat was hier ook wel het geval. Er zijn al 10.000 dingen veranderd dat ik in mijn heen gestoken heb. Gisteren was het redelijk bewolkt. Ik kon vanavond nog eens opnieuw proberen. Nu ziet er vandaag al veel beter uit. Als het gelukt is en ik heb een foto kunnen trekken, zullen die hopelijk hier naast mij zien.